Welkom bij Topnemers, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Jaap Koelewijn. Jaap, je bent van Helper. Waar help je mee? Wij helpen leerlingen in het voortgezet onderwijs en docenten. Allebei, want ik wou zeggen, als je leerlingen helpt, ben je dan onderwijzer? Nee, we pretenderen niet onderwijzer te zijn, maar we willen docenten meer tijd geven voor hun leerlingen door middel van chatbots. Dus wat hebben we gedaan? We hebben een chatbot gemaakt die docenten kan ondersteunen. Waar leerlingen vragen kunnen aan stellen. En bijvoorbeeld om het even helemaal plat te slaan voor natuurkunde en een stukje krachtenbeweging. Hebben we een chatbot gemaakt en die leerlingen kunnen alles vragen over dat onderwerp. Dus over zwaartekracht, over de definitie, over de formule. Alles wat je erover wil weten. Dan kan die video's, snippets laten zien. En wat we nog meer hebben gedaan is dat we didactiek hebben ingebouwd in die chatbot. Dus die chatbot die stelt ook vragen terug, die kan je niveau toetsen. En die kan een bepaalde leerling volgen. Klinkt mij als complexe materie, want ik ken de chatbots voornamelijk als die dingen die als je ze iets gaat vragen of een onverwacht antwoord geeft, ze de weg kwijt zijn. Ja, dat klopt. Op zich is de basis van wat we die we gebruiken, is de overzichtelijk. Dat is gewoon Watson van IBM. Ja. Maar daaromheen hebben we wel wat dingen moeten bouwen om met name de hoeveelheid. Hè. Als je het even het stukje, ik noem het krachtenbeweging. Dat stukje dat is alleen al ruim 35.000 vragen. Die zitten in jullie systeem? Ja. En nu, 35.000. 35.000. Okay. Ja, dat is even wat de omvang is. Hoe helpt dat de leraar? Of vervangt het de leraar? Het zal een leraar. Ik heb zelf ook lesgegeven, maar een docent is onvervangbaar en die moet je ook niet willen. Persoonlijk contact is belangrijk, maar veel gehoorde. Klacht in het onderwijs is dat die docent zegt, ik sta ieder jaar zo, sta ik weer hetzelfde riedeltje te doen. Nou, die groepen zijn best groot en we hebben en wat die docent eigenlijk wil, is dat hij op de uitzonderingen wil focussen. En dus je hebt leerlingen waarbij het heel goed gaat, die wil die helpen, maar je hebt leerlingen waarbij het minder goed gaat, die wil die ook helpen. Maar er zit ook een heel stuk bij waar een stuk uitleg in zit, wat die docent. Ja, wat een chatbot best wel kan overnemen van die docent. Ik heb ook een schoolgaand kind op de middelbare school. Die gebruikt heel veel ook de interactieve programma's. Dat is heel vaak gebaseerd op het maken van opdrachten. Hè? Je hebt een bepaald stuk stof. Ja. Je moet een opdracht maken. Heb je die naar tevredenheid afgerond, ga je naar het volgende niveau. Lukt je dat niet, dan krijg je lesstof nogmaals aangeboden. Kun je ook video's kijken. Wat is nou echt het belangrijkste verschil tussen dit soort platformen? Wat zijn de voor- en nadelen? Wat die chatbot doet, is dat die stof kan verrijken. Dus je hebt de theorie, maar die chatbot die kan stof verrijken. Dus hij kan vragen daarover stellen, maar ook verwijzen naar verdieping bijvoorbeeld. En daar zit dus een stukje interactie, waar je normaal een docent hebt die een interactie heeft met een leerling. Dat kan die chatbot kan dat overnemen. Dus hij kan, ook wedervragen daarin stellen en om die docent of om die leerling juist te activeren. Ja, maar in vergelijking tot het platform wat ik bedoelde, dat anders is dan een docent, dat snap ik. Maar de systematiek in zo'n platform waarbij het eigenlijk gebaseerd is op opdrachten, waar natuurlijk ook interactiviteit in zit. Want op het moment dat je een onderdeel daarvan niet goed beantwoordt, krijg je lesstof aangeboden die specifiek daarover gaat. Wat voegt dit nou precies toe? En ik ook even tegen de achtergrond van die vraag van Erwin. Hè, van, ja. Wij kennen eigenlijk de meeste chatbots toch als een beetje onbeholpen, niet altijd heel goed snappend van wat je vraagt, systematiek. Mm-hmm. Of is die voor jullie echt wezenlijk anders? Waar het gevaar in zit, is dat. Nou, er zijn een aantal dingen wat in die chatbot-materie gewoon best wel lastig is eigenlijk. Hè? Dus als je een vraag stelt, hij begrijpt het niet. Dan zegt hij, ik ja. Wil je vraag nog een keer herhalen? Wil je hem herhalen of stel hem anders of iets dergelijks? En met name, het domein waar wij nu in bezig zijn is zo groot. Dus daar kunnen ook heel veel fouten in gemaakt worden.
En daar zitten best wel veel uitdagingen. Wat we bijvoorbeeld nu wel doen, hè, we proberen alles, het is allemaal een soort van kansberekening die in die chatbot plaatsvindt. Hè. Dus kan die met 0.7 zekerheid stellen dat je een bepaald onderwerp bedoelt, dan geeft hij daar antwoord op. Maar tussen 0.6, dat hebben we, daar kwamen we nu ook de gebruikerservaring, we hebben een relatief kleine pool nog getest. En de gebruikerservaring kwamen er wel uit van, ja, ik mis, dan zei hij wel eens, ik heb het niet, ik weet het niet. Maar wat we bijvoorbeeld nu ingebouwd hebben, is even, nou, ik denk dat je dit bedoelt, wil je dit of dit. Ja, ja. Formulering kan ook heel veel helpen. Ja, en ook dat gebruikerspad vormgeven, dat helpt dus ook heel erg. Dus die leerling zeggen, oké, ik denk dat je dit bedoelt, of wil je uit deze onderwerp kiezen? En dan kun je zeggen, nee, dit bedoel ik niet. Dan moet je je vraag anders gaan formuleren. Maar wat ook met name belangrijk is om aan te geven. Het eerste wat hij aangeeft is, wat kan ik eigenlijk? Dus wat kun je van mij verwachten? Ik kan definities geven, ik kan formules geven, ik kan verdieping geven. Ik bouw context op, hè? Dus als je vraagt over zwaartekracht, mag ik dan de formule daarvan? Dat is voor een chatbot heel lastig om context op te bouwen, dan kan die dat doen. En dat kan hij op die grote schaal dus ook doen. Ja, nou is het natuurlijk ook nog zo in het onderwijs dat elke leraar gebruikt andere methodes of heeft zijn eigen voorkeuren, vindt het ene YouTube-filmpje kut en het andere juist heel goed. Ja. Nu gaan jullie natuurlijk bepalen wat er wel of niet in zit. Want dat is niet voor elke klas anders. Is dat niet ingewikkeld? Klopt. En daarom zijn we ook met uitgevers in gesprek om op basis van hun content te gaan maken. Want anders wordt, en dat merken we nu, we hebben zelf die content gemaakt, opgezocht. En dat is gewoon een monsterklus. Ja, als je van elk onderwerp 25.000... Ja, want ik zit te denken 35.000 vragen over hoe zit je in natuurkunde. Maar op zich kun je heel veel dingen daar ook weer in automatiseren natuurlijk. En, maar het blijft een monnikenklus. En dat doen we, die monnikenklus doen we wel met de Hogeschool Utrecht samen. Waarmee we studenten van de lerarenopleiding inzetten om dat samen te ontwikkelen. Want zij snappen die didactiek natuurlijk, hè, wat we zo belangrijk vinden. Want anders is het eigenlijk ook niet te doen. Ja. Ja. Maar dus voor jullie zijn dit eigenlijk proof of concept, waar we met andere partijen daarna eigenlijk de volgende stap willen zetten. Ja. Ja. Hey, je zegt, we zijn nog in de vroege fase. Mm-hmm. Maar en jullie, van tevoren was jullie idee, oké, die chatbot kan een waardevolle toevoeging zijn op het geheel. Mm-hmm. Wat zijn je eerste ervaringen? Wat is je tegengevallen? Laten we daar even beginnen. Ik kom er straks wel eens meegevallen. Tegengevallen is het geduld van gebruikers. Dus als we, dat is precies waar we het net over hebben, valt tegen, ding is kut. En dat is echt taai, weet je wel. Je denkt dat je gewoon meer credits krijgt van je gebruiker. Ja, maar we hebben geen geduld. Ja, weet je, het glas is, bij mij is het glas altijd half vol, maar dat is niet bij iedereen zo. Dus ik denk, oké, geduld, we gaan nog even testen wat hij wel kan. En, maar sommigen zeggen, we hebben een beta-fase versie gehad. Nee, werkt niet, door. Ja. Ja, dat vind ik, dat is nog wel echt taai, weet je. Ja. Want je weet wat er kan, wat mogelijk is en dat je zo snel wordt afgeschreven. Dus je krijgt echt maar één kans. Ja. Daarom hebben we nu ook, we zijn echt aan het wachten voordat we beginnen, echt verder gaan. Ja, oh, dus dat is inderdaad een les. Je krijgt maar één kans. De mensen die geduld namen om jullie nog een kans te geven, wat waren hun reacties? Wat ik nu, en dat vond ik, ik zat later naast een hele kritische gebruiker die het, waarvan ik weet dat zij echt wel een taaien met veel onderwijskennis. En ik denk, nou, goed, we gaan het zien. En toen hoorde ik, dat is niet in woorden te omschrijven, maar die was onder de indruk van het aantal vragen dat hij kon beantwoorden, van de didactiek, van de filmpjes, van de opties die geboden werden. Mag ik eens een voorbeeld vragen over een bepaald onderwerp? Voorbeeldvraag erbij, verdieping. Ja, hij is dit is wel heel fijn. Hey, maar als je
eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het onderwijs geven op een bepaalde manier steeds ingewikkelder wordt. Want we snappen allemaal dat niet iedere leerling hetzelfde is. En dat de ene meer aansluit bij de ene leraar dan de ander. Ja. Dus eigenlijk moet het aantal oplossingen of het aantal toepassingen moet heel erg toenemen om iedereen goed te kunnen bedienen. Ja. Kunnen jullie daar ook nog op inspelen? Of zijn er mensen die zeg maar niet van een chatbot houden en wel van een chatbot houden? Of hebben jullie verschillende... Ga je op een gegeven moment verschillende type leraren hebben misschien wel als die chatbot? Nou, ik denk want eerst zeg je van er zijn heel veel verschillende leerlingen en verschillende attributen die docenten kunnen gebruiken om leerlingen op niveau... De een wil meer zelf ontdekken en de ander vindt het fijner. Vindt het fijner om een route te moeten volgen bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn twee verschillende type leerlingen. Ja, wat we nu ook gaan doen, we hebben ons nu gefocust op de techniek en om de verdieping te vinden in het vak. En waar we nu naartoe gaan is om met docenten het verder te gaan ontwikkelen. Zeggen van hoe zouden jullie het inzetten in de klas? Ja. Één ding staat wel. Er zijn twee dingen. We hebben best wel een fors docententekort van 750 FTE in 2022. En ik spreek net een oud collega van me. Die werkt op school. Zeg, ik heb op dit moment 12 mensen die afwezig zijn. En dat is best veel. Dat is best veel door burn-out, allemaal klachten. Van de leraren? Van docenten, 12 docenten die er niet zijn aan de start van het schooljaar. Ik denk ook dat we dus echt moeten gaan zoeken naar hoe kunnen we docenten gaan ontlasten. Want de werkdruk op die docenten is gewoon gigantisch. En ik denk echt dat we daar aan bij kunnen dragen. Ja. Ik vind dat fascinerend, want jij had een huiswerkbegeleidingsinstituut. Klopt. Dat heb je net verkocht, hè? Ja. Daar is drie dagen moet ik daar, of ben ik daar aanwezig? Moet ik daar zijn? Ben je daar met grote liefde aanwezig? Nee, maar ik kan me helemaal voorstellen dat dit daaruit voortkomt. 100%, ja. Je zat gewoon met 25 man, gemiddeld 150 leerlingen of zo te begeleiden. Ja. En dat je dan op een gegeven moment denkt, hey, dit moet slimmer kunnen. En, efficiënter of weet ik veel. Nou, we hadden, dat was met twee vestigingen en ik had niet de ambitie om meer vestigingen op te zetten. Want dan ga je een trucje herhalen en dat vind ik gewoon niet, dat is niet interessant. Ja. Dus toen ging ik, toen dacht ik, oké, hoe kan ik mijn dienstenpakket breder aanbieden? En toen zijn we gaan zoeken, toen gingen we met een chat-applicatie werken. Toen gingen we daar. Toen dachten we eigenlijk al vrij snel van ja, dit kan wel, maar dan ben ik nog steeds met al die mensen bezig. Ja, want jullie zaten individueel die chats te beantwoorden. Ja, hier word ik niet wijzer van. Het is niet heel schaal. Nee, en toen dacht ik al van ja, weet je wat we nou kunnen doen? We kunnen wel die chats, we hadden al gedacht, die kunnen we gaan filen en loggen. En dan kunnen we die later, als iemand een vraag heeft, dan kunnen we die afspelen. Iets in die trant. En toen was ik op vakantie. En toen zat ik daar eens even over na te denken. Ik denk, wacht eens even, volgens mij moeten we gewoon een stap overslaan. Dan moeten we echt gaan focussen op die chatbots eigenlijk. En nu is het geluk was dat binnen dat instituut wat ik had, had ik één, dat is een compagnon geworden, één jongen. En die is natuurkundige en autodidact. Ja, die dat is zo'n slimme gast. Ja, die snapt die hele wereld van de AI. En, dat is ongelooflijk. Ja. Dus die is daar ingedoken. En er is nog een jongen die is ook kampioen geworden daarin, binnen Helper. En die zit een beetje tussen mij en Erik in. En toen zijn we dat gaan onderzoeken. En alle verschillende soorten software zijn we gaan gebruiken. En toen dacht ik, ik ga niet, want we hebben een keer een software traject gehad over een leerlingvolgsysteem. Ja, want ik onderbreek je hier gelijk even, want dat is denk ik voor veel kijkers ook nog wel interessant. Die bots bestaan natuurlijk nog niet zo heel lang. Ja. Je hebt een aantal partijen, de geautomatiseerde platformen waar je op kunt bouwen. Ja. Jullie hebben gekozen voor Watson, IBM. Maar er zijn er natuurlijk nog een stuk of wat. Ja. Hoe heb je die keuze gemaakt? Want die keuze is eigenlijk heel makkelijk, want Nederlands is Watson eigenlijk een van de enige. De taal is echt een... Google heeft, spreken geen Nederlands, zeg maar. Nee. Dus dan houdt dat al snel op. En Microsoft zou nu ook nog wel een optie zijn. Ja. Maar kan. Ja.
Oké, dan beslis je, oké, dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Maar dat is al een vrij lange weg, hè? Ja. Want dan ga je dus met de verschillende platforms ga je testen. En dan kom je gewoon dingen tegen die niet werken, die wel werken. En op een gegeven moment, oké, keuze, Watson. Toen zijn we opgenomen in het GEP-programma van Watson. Dat is een Global Entrepreneurship nog iets. Ja. Dus dan ondersteunt IBM je. En dan, dat is echt wel heel tof, Hans, trouwens. En dan kun je stappen gaan zetten. En toen hadden we al contact met de Hogeschool Utrecht. En toen zijn we naar hun toe gegaan. Zeg, nou, wij denken, dit is ons concept. Wij willen dit gaan ontwikkelen. Nou, een eerste proof concept. Willen jullie daar aan meewerken? En toen zij zeiden, oké, wij zien inderdaad, op basis van wat jullie vertellen, zien wij een aantal speerpunten in het onderwijs van de toekomst. En daar spelen chatbots een belangrijke rol in. Nou, dat bood voldoende aanknopingspunten om te gaan ontwikkelen. Daar zijn we nu verder mee gegaan. En nu hebben we ook gezegd, nu gaan we het hele domein natuurkunde erin zetten, zodat we daarmee verder kunnen. En dan, ja. Ja, wat mij ook opviel, dat op jullie website claim je onder het kopje technologie. Natuurlijk, zoals elke start-up tegenwoordig, dat je gebruik maakt van artificial intelligence, natural language processing en machine learning. Ja, dat valt allemaal een beetje onder hetzelfde. Daar waren persoonlijk altijd gelijk een beetje pukkeltjes van, dus ik ga jullie de onvermijdelijke vraag stellen. Dat hangt allemaal gewoon onder IBM. Lekkers uit. Nee, dat zit in het natural language processing. Ja, en wat is dat dan? Hoe vertaal je, wat legt dat eens uit aan een leek? Nou, de vlekkeloze uitleg daarvan moet je aan Erik vragen. Maar het gaat met name om het begrijpen van de taal. Dat hij om kan gaan met onze taal. Dat we daarin, dat hij steeds leert van wat we hem... Er wordt vaak ook gezegd, weet je wel, althans, zo wordt het ook vaak vertaald. Dat is natuurlijk ook niet helemaal correct, maar dat het systeem zelf lerend is. Dus nee, dat is ook niet... Want daar zit dus, zeker met schoolvakken en leerlingen. Dus als je geschiedenis zou geven en je hebt heel veel leerlingen die zeggen, nou, die Adolf Hitler, dat is echt een gouden pik in was dat. Als je dat blijft herhalen, dan zou die dat op een gegeven moment voor waarheid gaan aannemen. Ja. En dat kan niet. Nee, maar ik bedoel meer dat je op een gegeven moment natuurlijk wel een vraag die je verkeerd zou interpreteren, het systeem. Mm-hmm. En je komt er op een gegeven moment achter wat die vraag wel, wat er wel mee bedoeld wordt. Dat daar een feedbackmechanisme in zit. Wij krijgen gewoon automatisch die files krijgen we binnen waar fouten in zitten. Dus die kunnen we gewoon nakijken. Ja, maar dat moet je handmatig. Dat moet dan handmatig, ja. Ja. Maar er zit het risico in. Dus als je, het voorbeeld is een gek en hard voorbeeld. Maar het kan, als je het loslaat, ja, dan dat is heel tricky. Ja. Want dan ga je een hele verkeerde basis. Hey, als het nu straks allemaal goed werkt en je vindt uitgevers die je met je willen helpen om alle domeinen te gaan claimen die je maar kan... Daar zijn we ver mee. Ben je er ver mee? Ja, dat gaat... We zijn heel ver op de... Heel eind op de goede weg. Vertel eens. Nou, we zijn al een hele tijd met de uitgever in gesprek om dat rond te gaan maken. Ja, en hoe wordt daarna je businessmodel? Wie gaat waarvoor betalen op een gegeven moment? Hoe gaan jullie geld verdienen? Wat we nu denken, dat is het. Dit is wel een mooie manier van ondernemen. Zo ben ik het niet gewend. Ik ben gewend van je gaat een businessplan schrijven, weet je wel. En dit is wat je denkt te verkopen en je markt en dit zijn je kosten en zo. En eigenlijk is dit helemaal andersom gegaan. Want wat we zijn gaan doen, ze zijn gewoon vanuit een behoefte, techniek en pas later dacht ik, potverdikke, hoe gaan we dit aan de man brengen, weet je wel. Ja. Dat ben ik helemaal niet gewend eigenlijk. Nee. Maar nu werden we gedwongen om dat te gaan bedenken. Wij denken nu dat er een aantal mogelijkheden zijn. Dus één soort van add-on bij een uitgever. Die de content van zijn methodes versterkt. Maar we werden laatst, dat vond ik wel hilarisch, dat ik benaderd door een huiswerkinstituut. Die zei, hey, we zijn wel geïnteresseerd in jullie techniek. Ja. Dacht ik, ja, dat kan. Ja. Ja, goed idee. Maar voor hun is het natuurlijk hetzelfde. Hè? Als zij, hoe dat met zo'n huiswerkinstituut werkt, dus als je een begeleider hebt op het procesniveau, hè, met het plannen, organiseren, mindmap en dat soort dingen, dan kun je die inhoudelijke vragen en begeleiding, die kan natuurlijk hartstikke goed door helpen worden uitgevoerd. Geen enkel probleem. Ja.
Ja, dus jullie zijn nog wel echt op zoek naar, absoluut. Naar het businessmodel. Ja. Dat ben ik dan gelijk bij de vraag, want meestal start-ups die dat nog niet voor elkaar hebben, die hebben geld nodig. Ja. Hoe financieren jullie de ontwikkeling? Ik heb nu alles zelf gefinancierd. Vanuit ook de verkoop van je eigen instituut? Ja. 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 En nu toevallig vanochtend hebben we een gesprek gehad en het zou best kunnen dat we er positief uitkomen. Ja. Oh, een gesprek met een potentiële investeerder. Ja, ja. Waar zoek je dan naar? Gelijk een strategische partner? Of? Ik ben echt heel bewust naar een strategische partner. Ja, dus dan moet ik meer in de uitgeverijwereld denken? Of in... Nee, dat dacht ik dus eerst ook. Ja. Maar toen dacht ik, die uitgeverij die kan ik wel... Daar, ik geloof dat daar... Die willen wel. Maar ik heb iemand nodig die me op procesgebied ondersteunt. Dus meer in de softwarekant moet je dan denken. Ja. 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 Ja, dat, ik dacht, ja, want we hebben het... Wat, uiteindelijk zijn wij... We zijn geen softwareleverancier of iets. Ja, ik vind het moeilijk te bedoelen. Wij brengen gewoon dingen bij elkaar. Maar op het gebied van die kennis van die processen in die software, daar heb ik zelf niet zo heel veel kaas van gegeten. Dus ik dacht, daar moet ik mijn partner in zoeken. Ja. Ja. Hey, en wat ik altijd fascinerend vind aan verhalen zoals die van jou. Ja, je hebt een goed lopend huiswerkinstituut. Ja. En je besluit van de zomer, ik ga die boel, ik verkoop die hut. Ja. En ik ga mijn geld stoppen in een technologie die nog helemaal in de kinderschoenen staat. Ja. Waarvan je nog geen idee hebt hoe je er geld mee gaat verdienen. Ja. Waarom doe je dat? Waarom? Wat bezielde je? Ja. Ik heb een aantal patronen in mijn leven. Ik raak... Ja, als een herhaald patroon is, dan is die, kan het nee, niet anders. Ja, maar... Maar ik ben na een aantal jaar heb ik het wel bekeken. Ik heb ontzettend veel uit dat instituut gehaald. Ik deed dat echt met mijn bevlogenheid en met echt veel liefde voor die leerlingen. Ik vind de adolescenten vind ik echt de mooiste doelgroep die er is. En we hebben ongelooflijk veel geholpen. En ik was altijd enorm betrokken. Ik kende wel dat fluctueert een beetje, tussen de 100 en 150 leerlingen die daar dagelijks kwamen. En ja, die kende ik allemaal. Het is gewoon een basisschool, je kent iedereen. En dat vond ik echt fantastisch. Maar op een gegeven moment ging ik dus meer met helper bezig. Ik was er een jaartje mee bezig. Of eigenlijk al iets langer. Dus ik ging daar meer mee bezig. En toen ging ik managen. En ik ben geen goede manager. Dat ben ik niet. En dat pretendeer ik te zijn, maar ik ben dat gewoon niet. Mm-hmm. Dus dan gaat de liefde... Ik merkte dat ik daar met minder bevlogenheid naartoe ging. Want dan ga je dus op cijfers en zo zitten. En dat is niet waar mijn passie ligt. We hebben ons echt ook de vraag gesteld. En het klinkt heel gek, maar we hebben met ons drieën de vraag gesteld. Wat als we moeten kiezen, hè, dus veel geld, hè, gaat het dan, wordt er wel eens over gesproken. Of impact op onderwijs en echt iets betekenen. Nou, wint dat echt. Ja. Boven alles. Ja. Flikker me op met de rest. Maar dan als we echt van betekenis kunnen zijn, dan dat is tof. Ja, dus het is echt de inhoudelijke drive om dat onderwijs 100%. Efficiënter te maken, beter te maken. En, dat is wel heel gaaf. En, volgens mij, en natuurlijk moet je iets hebben gewoon om je brood te smeren en zo. Dat is ook echt wel belangrijk. Maar volgens mij, als wij leerlingen kunnen helpen, en dat heb ik 5-6 jaar met volle passie voor Fides gedaan. Ja. En als ik dat nu met helpen kan doen, ja, tof. En stel, jouw droom komt eruit, hè? Hoe ziet jouw bedrijf er dan over 3 jaar uit? Nou, ik denk dat we veel meer impact kunnen hebben buiten Nederland nog, dan dat we... En dat klinkt heel groot, maar ik denk... Wij stonden, dat vond ik wel mooi om te zeggen, we doen mee met die Accenture Innovation Awards. Ja. En toen stond ik op die, wat is het, de top 10 bekendmaking of zo. Ja. En toen houdt... 2 november, hè? Innovation Summit. Ja, 4 oktober is voor de vijfde, of je bij de laatste 5 zit. Ja, precies. Ja. Ja. En ik stond daar zo, en toen zouden ze bekendmaken van bij de laatste 10 zat. En toen stond ik daar, dit ging over het onderwerp educatie. En toen stond die dame, die stond daar van Accenture en die zegt, weet je wat een goed onderwijs moet zijn? Dat moet als de Martini-reclame zijn van vroeger. Anywhere, anytime, for anyone. Ja. En ik zit te kijken. Ik denk, ik kreeg mijn schoenen op als wij er hier niet bij zitten. Want dat is exact wat helper is. Ja. We zijn voor altijd, we zijn voor iedereen beschikbaar. Op elk moment, waar dan ook. Elke plek, ja. Dat zijn wij. Dus, en dat kunnen we. Dat kun je in Nederland doen, hè, maar je kan het dus ook groter maken. Je kan het op
uiteindelijk het ook opschalen. Hey, is er over het algemeen, als je zelf een goed idee bedenkt, ben je niet de enige daarin? Want we leven in een wereld waar kennis vrijelijk rondgaat. Wat zijn je concurrenten? Wie zijn je concurrenten? Ik heb nog niet nu een concurrent zo in Nederland gevonden die doet wat wij doen. Als je hem hebt, dan moet je het zeggen. En internationaal? Dat is duidelijk je ambitie. Ja, ook niet. Dat is ook een... Dat is een slecht idee, hè? Dat weet je ook. Dat zou ook kunnen, ja. Ja, dat is inderdaad zo. Ja. Nou, ik vind het een prachtig verhaal. Jullie zitten helemaal in de beginfase. Accenture Innovation Awards komen eraan. Ja. Gesprekken met uitgevers, gesprekken met financiers. Ja. Ik denk dat we maar gewoon over een jaar nog een keer moeten uitnodigen dan... Dat denk ik ook. En dan praten we ook nog even door op de vraag van Johan Schaap, die ik interessant vind, maar als laatste vraag is een beetje lastig. Want hij zegt, dit gaat uit van het huidige systeem zoals we het kennen. Zie je dat ook als de toekomst, of gaat het onderwijs ook nog fundamenteel veranderen? Daar hebben we het dan over. Lijkt me heel goed. Dank jullie wel voor het kijken. Jij bedankt. En we danken zoals altijd de sponsors Bier & Co. voor het bier. Jetstream voor de livestream. PQR voor de hosting van de website. En natuurlijk Freedom Lab, van waaruit wij iedere dinsdagavond uitzenden. Kijk je live, blijf kijken, want zo direct nog een uitzending. Kijk je on demand, dan weet je dat je ons archief van nu al 8 seizoenen, 7 seizoenen kunt terugzien via fastmovingtowers.nl en YouTube. Dag.